Yo mensen, welkom bij deze kanaal. Weer een nieuwe video op VondelijkSnel. En jongens, vandaag speel ik The Sims 4. En je zou misschien denken van, wat de hel, The Sims 4 op VondelijkSnel. Ja jongens, maar ik ga een Lord of the Rings familie maken. In ieder geval, dat ga ik proberen. ik ga elk poppetje ongeveer maken die in de film zit. En ik ga lekker beginnen met onze grote vriend Gandalf. Wat voor achternaam gaan we ze geven? I really don't know. Gandalf. Ring, gewoon. De achternaam is Ring, oké? Oké jongens, dit is ook echt... De allereerste keer dat ik Sims 4 speel, echt alle keer de eerste keer dat ik hem opstartte net ook, dus ik ben heel nieuw met dit allemaal. Maar ik ga mijn best doen om Gandalf zo goed mogelijk na te maken. Maar let's go, even kijken hoor. Hij is sowieso wel een, hij is ouder natuurlijk. Ja, Gandalf is sowieso een oudere. Wat is dit? Verwaand loop je? Dit is Gandalf jongens, nee. Nee, ook niet. Nee. Stoer. Gandalf is niet echt stoer ofzo. Misschien heeft hij wel gewoon een normale loop. Oké, jongens, het allereerste wat ik ga doen is even die bril weghalen. Hoe kom ik bij zijn bril? Hij heeft ook oorbellen in. Oké, nee, dat gaan we dus sowieso niet doen. Hoe krijg ik zijn oorbellen weg? Ik wil gewoon niet dat hij oorbellen heeft. Gewoon niks. There we go. Geen oorbellen. Die bril wil ik ook eigenlijk wel weg hebben. Dus die. There we go. Hij moet eigenlijk... Nou, dit is op zich wel... Hij heeft op zich wel goede ogen. Denk ik. Vind ik niet. Oké, nu het haar. Dit wordt interessant, jongens. Gandalf heeft natuurlijk heel lang haar. Ik ben benieuwd hoe lang haar de Sims 4 gaat, eigenlijk. Nee, dat mag niet dit. Dit. Ja! Ja, jongens. Hij begint al op te lijken. Serieus. Het haar doet al heel veel met hem. Kan je nog meer mee? Willekeurig. Oh, nee. Wat heb ik gedaan? Ik wil zijn haar terug. Die. There we go. Nee, nu is het niet meer grijs. Oh, there we go. Hoppakee. Hoe zit? Wat is dit voor kleur? Wat de hel? Of dit? Wat, wie heeft dan al zo'n kleur haar? Gandalf is grijs, jongens. Oké, jongens, nu zijn kleren. Gandalf heeft een groot gewaad aan. Dus even kijken, hebben ze niet iets van... even kijken hoor, wat hebben ze allemaal? Jasjes. Nou, hij heeft niet echt een jasje aan. Eigenlijk weet ik, ja, we gaan gewoon een pak. Misschien heeft hij wel een pak. Geen resultaat gevonden. Nee, dat hoeft ook niet. Een pak. Hebben ze een soort... Een badjas. oh, wit? Oh, misschien moeten we dan toch maar Gandalf the White gaan maken, weet je? Maar je hebt natuurlijk geen wit haar, volgens mij. Nee, je hebt geen witte kleur. Dit is totaal geen wit. Oké, jongens, Gandalf the Grey in een wit pakje. Zullen we dat gewoon doen? Dat vind ik wel redelijk op zich. Dus hij heeft een wit gewaad aan. Prachtig. Schoenen. Wat voor schoenen zou Gandalf aan hebben? Zal wel echt vet raar gewoon. Ja, van die stappers. Dit. Nee, ik denk niet dat ze dit in de middeleeuwen al hadden, jongens. Instappers. Misschien een beetje instappertjes. Dat hadden ze toen ook niet. Sloffen. Nee, eigenlijk ook geen sloffen. Wat had hij aan? Oké, jongens, ik heb het even opgezocht. En hij heeft echt, zeg maar, gewoon... ja, ik weet niet eens of het een schoen mag noemen, maar het is gewoon echt iets om zijn voet heen. Waar hij een beetje comfortabel in zit. Misschien sloffen? Ja, maar dan... Wacht. Ik had het. Wacht. We gaan naar sloffen. Beetje zwart misschien. Nou, hij had een beetje zwarte schoenen in de film. Dit vind ik op zich wel prima. Ja, dit vind ik wel prima. Ik vind dat hij nog... te stoer kijkt. Hij kijkt te stoer. Misschien moeten we even iets aan zijn wenkbrauwen doen. Of kan hem nog meer rimpen geven ook? Rimpels. Oh, wauw, wat is dat? Wat doet dat? Oh, wat is het allemaal? Oh, nee, hij heeft geen sproeten hoor. Nee, Gandalf heeft geen sproeten volgens mij. Hij heeft ook geen moedervlekken. Maar wat is dit? Wat doet dit? Het maakt het wat donkerder. Dat is op zich wel goed, want dan komt hij er ouder uitzien. Dus dat is goed, sowieso. Dus ja, jongens, hier ben ik al wel blij mee. Ik wil over de ogen. Ik wil vooral over de ogen, want ik denk dat zijn ogen heel veel verschil gaan maken als je die gaat veranderen. Dus, wat voor ogen heeft Gandalf? Hij heeft een beetje... Ja, hij heeft een beetje kleine oogjes. Een beetje zo. Dat ga ik nu nog een keer doen. Ja, want hij heeft een beetje natuurlijk rimpels om zijn ogen. Dus daarom lijken zijn ogen ook wat kleiner. Dus op zich... Oh, wacht, dit. Oh, dat is nog kleiner. Oh, dat is goed. Dat ziet er goed uit. Misschien dit. Dan ga ik tussen deze en deze kiezen, denk ik. Deze heeft meer rimpels hier, zeg maar. Dus dit ziet er denk ik wel goed uit. Is dit Gandalf? Jongens, het is Gandalf. Gandalf ziet er al heel goed uit. En punthoed moet ik hebben. Alledaags. Oh nee, wat heb ik gedaan? Oh shit. Ga terug. Nee, wat heb ik gedaan? Nee. Terug. Oh, Gandalf had ineens een sportkleding aan. Jongens, is dit Gandalf? Ik denk het niet, hè? Misschien zoiets. Nee, dat is te groot. Ik denk deze of deze, jongens. Ik denk deze eigenlijk. Ik denk dat deze er goed uitziet. Of deze. Nou, dat is geen verschil. Maar dan wil ik nog even een andere kleur. En die maken we dan natuurlijk grijs. Hoppakee. Mag ik even uitzoomen? Hoppakee, jongens. Dit is onze Gandalf tot nu toe. Ik vind dat hij er pittig goed uitziet. Oké, hij had natuurlijk al een baard toen ik hem maakte. Maar misschien kunnen we die baard nog even wat groter maken. Dit ziet er al wat groter uit. Oké, jongens. Misschien moeten we nog iets aan zijn lichaam doen. Ik denk eigenlijk wel dat het goed is zo. Want hij is niet
Oké, okay, nee, Gandalf is, hij is niet dik, maar hij heeft wel een, buikjes. Kunnen we van de zijkant even zien? There we go. Nou, hij is wel iets dikker. Ik denk dat Gandalf wel ongeveer, misschien zo. Is Gandalf zo? Ja, ik denk dat het wel aardig in beeld komt. Want natuurlijk, hij heeft natuurlijk altijd zo'n gewaad aan, dus je ziet het niet zo goed. Maar op zich is dit best wel Gandalf. En hebben we dan ook nog hier, is hij nog meer gespierd? Nee. Gandalf is juist helemaal niet gespierd, denk ik. Nou ja, een beetje natuurlijk. Ik denk dat dit Gandalf is. Op zich, hij lijkt er best wel goed op, vind ik. Oké, dus nu moeten we nog de eigenschappen selecteren. Nou, Gandalf, wat ben je allemaal? Hij is geniaal. Hij is sowieso geniaal. Boekenworm. Nou, hij kent veel. Dus hij zit waarschijnlijk wel veel in boeken en zo. Een bro. Gandalf is een bro. Gandalf is eigenlijk best wel een bro. Maar ik denk dat we wel wat gates kunnen vinden, eigenlijk. Ik denk wel dat Gandalf een beetje een hatehoofd is. Een beetje wel. Maar dat mag die meestal ook wel zijn. Oké, jongens, we gaan hatehoofd doen. Gewoon. Of heeft een hekel aan kinderen. Dat is serieus een optie. Ik denk nog steeds dat Heethoofd beter is, jongens. Dus, ik denk dat... geef je Sim een naam. Ik heb hem al een naam gegeven. Gandalf Ring heet hij. En ik denk dat dit onze Gandalf is, jongens. Ik vind hem goed. Ik bedoel... we konden natuurlijk niet een grijze badjas voor hem fixen, maar... weet je, hij is gewoon white, maar half grey. Dus, ik ben er blij mee. Wat vonden jullie van mijn Sims creatie, jongens? En wie moet ik de volgende keer maken van de Lord of the Rings films? Als ik dat kan. Frodo zijn, Sam, Aragorn, Gimli, whatever. Zeg het maar in de reacties en zet even in de reacties wat je van mijn Gandalf vindt. En als je het leuk vond, dan sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ik vond het best wel goed voor mijn eerste keer Sims 4 eigenlijk. Ik vind het leuk. Als jij het ook leuk vindt, dan sowieso even een blauw duimpje omhoog. Had ik al gezegd. Dus jongens, het enige wat ik nog ga zeggen is, bedankt voor het kijken en later!